Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Stekel, je bent je aan het voorbereiden op de uitzending. We gaan zo meteen praten met Kars Veling. Kars is van Q42. Ja. Wat heb je op je beeldscherm staan? Ja, het is wel interessant. Als ik een bedrijf onderzoek om gewoon te kijken wat voor mensen werken daarna en de indruk die dat dan opdoet. En als ik naar deze collage van mensen kijk en de manier waarop dat is neergezet, zie ik volgens mij mensen die ontzettend veel lol met elkaar hebben. Dat straalt er vanaf. Gaan we eerst even vragen, Kars, wat jullie doen. En dan gaan we daarna even vragen waarom dit de manier is waarop jullie je bedrijf willen laten zien. Q42. Ja, wat wij doen is, wij zijn een soort, zoals wij het zelf noemen, een strategisch-technisch internetbureau. Strategisch gaat de prijs omhoog, hè? Dat zijn we daar voor strategisch erbij. Kan de huurprijs omhoog? Dat scheelt een heleboel geklooid. Ja. Nee, wat we doen, we maken apps en sites. En ook steeds meer Internet of Things trajecten die we doen. Dus we zijn eigenlijk een stel techneuten met elkaar. Zoals wij het zeggen, we zijn echt gewoon nerds. Hè? Gewoon programmeren. Alleen we zijn, zoals we het zelf zeggen, verliefd op de eindgebruiker. En dus die combi, gewoon keiharde nerds. Gewoon keihard techniek inzetten om mooie dingen te bereiken. Maar dan alles doen om die eindgebruiker een grijns besmol te krijgen. Die mix is wat we doen. Ja. Ja. En maar daar zeg je iets wat ongelooflijk lastig is. Ja. Want een technisch internetbureau, of hoe je het ook wil noemen, online bureau. Je maakt apps, niet alleen maar websites natuurlijk. Ja. Werkt meestal in opdracht van een andere partij die al bedacht heeft hoe die eindgebruiker tevreden gaat stellen. Ja, klopt. En meestal heb je helemaal geen invloed op. Nou ja, juist wel. Want dat is juist wat we doen. Dus als een klant aan ons vraagt van, hey, wil je website sowieso maken? Dan denken we, waarom wil je dat nou echt? Wat wil je hiermee bereiken? En moet je het niet anders doen? En dus we gaan juist altijd op zoek naar de manier om echt verschil te maken. Ja, maar dan heeft die klant, wat jullie zeiden, positioneren je niet als een creatief bureau. Dus die hebben eerst een heel duur creatief bureau ingehuurd voor €250 per uur per persoon. Ja, daar zijn ze aan gewend. Ja, die hebben een, ja, dat is goed. Die hebben een interaction design gemaakt. Die hebben een prachtige look en feel en vormgeving en stijlboeken. Ja. En dan komen ze bij jullie met, dit willen we. Ja, en dan zeggen we, joh. En dan zeggen jullie van, nou. Kijk, soms, dat soort bureaus zijn niet voor niks een geld waard. Soms is het gewoon een dondersgoed verhaal. En dan gaan we dat maken. En dan komen wij nog met challenges terug van, hey, als we het zo doen, gaat het nog beter werken. En we zien nog technische kansen, kunnen het nog verder brengen. Maar ook heel vaak zijn wij, en wij zijn eigenlijk bij al onze trajecten veel eerder betrokken. Dus wij zijn wel een heel erg creatief bureau, maar ook vanuit techniek. En dat is nou net wat ze leuk maakt. Vaak zie je dat er technische opportunities zijn die zo eigenlijk daar klaar liggen, dat je juist met techneuten vanaf dag 1 met je concept bezig gaat, om daar ook productie te maken. Want jij zegt, je kunt het niet meer scheiden. Nee. En juist daar is het heel veel meerwaarde. Hè. Als je het een beetje zo ziet, dus internet is eigenlijk een heel irritante wereld, waarin techniek heel beperkt is. Eigenlijk een halve kreupelwereld, waar de wifi werkt niet, internet is, je hebt allemaal browsers die ongelijk zijn, devices. En wil je daar echt verschil mee maken, dan moet je donders goed weten hoe dat technisch werkt. En daarna kun je samen met je klant en je ontwerpers hele mooie dingen maken. Hey, maar een van jullie partijen waar jullie mee werken, want Roland zit nu even aan jullie site te kijken. Ik zie Fabriek daar staan. Het is een van de partijen waar met jullie werken. Ja. Ja, die zitten natuurlijk normaal gesproken heel erg aan het begin. Maar waarom hebben jullie eigenlijk niet voor gekozen om, dat noemen ze ook een full service bureau of iets dergelijks. Ja, ik krijg een beetje kriebelen. Waarom hebben jullie er niet voor gekozen om dat stukje, want dat talent heb je, die deskundigheid hebben jullie, dat talent heb je. Ja. Je hebt misschien nog wat meer vormgevers of designers et cetera voor nodig. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat niet te willen zijn? Eigenlijk, dit is waar we van houden. Ik ben zelf een techneut, een nerd. Ik vind het heerlijk om dingen te maken. En ik vind het heerlijk om mooie dingen te maken. Maar schoenmaker blijft bij je leest. Ik kan heel lang over kletsen, maar uiteindelijk is het zo van, hier zijn we heel goed in. En wat we merken is van elke account, het is heel leuk om te denken, wacht eens even, deze ontwerpen moeten we hebben voor die klant of die voor die. En het is heel erg leuk om dan juist dat bij elkaar te zoeken en te matchen. En ook onze relatie met Fabriek en ook met andere ontwerpbureaus. Elke keer moet je laten zien dat je de beste partij bent. Dus dat je technisch hun ontwerp echt tot het maximum gaat brengen. En dat houdt je ook heel scherp. En onze klanten waarderen dat ook heel erg. Ja, je hebt natuurlijk een fantastisch portfolio. Ik noem een paar Rijksmuseum, de Rijksstudio, een van mijn favoriete tools. Ja, dat zijn echt apen. Ik heb gisteren nog weer een paar dingen uit het Rijksmuseum besteld, high-res, maar de manier waarop dat ontsloten is, dat vind ik echt meesterlijk. Ja, kikken, dat is een prachtig ding geworden. Maar ook Van Gogh Museum, dus in de kunst, maar ook Philips Hue, de Staatsloterij, PostNL. Dus jullie doen blijkbaar toch wel iets goed, ja.
Even kort inspringend op, op die musea, zeg maar, en beeld. Hè? Want ja. Ik heb je onlangs gesproken, maar ja, ben bij jullie op bezoek geweest. En toen lieten jullie me al iets zien, dat jullie nog weer een stapje verder gaan met ontsluiten van kunst, zou je kunnen zeggen. Hè? Wat hebben jullie ontwikkeld op dat gebied? Ja, bij Cultureert doen we projecten, dat is waar we ons geld mee verdienen. Maar er zijn soms ideeën in onze kop die moet je gewoon doen. En één daarvan is Micrio, dus dat schrijf je micr.io. En dat is eigenlijk een soort ultimate high-res image viewer die je kunt inzetten. En die zetten we nu in voor Van Gogh, eigenlijk op allerlei plekken. Waar je nog veel verder de beelden in kan zoomen, alsof je gewoon tot aan tegen de verf aankomt ongeveer. En daar hebben we prachtige dingen mee gemaakt. En ja, dat... Ja, als je ook bij jullie binnenloopt, zie je niet alleen, zeg maar, hè, we zitten nu in de fase dat het niet alleen maar weer internet is, maar er staan ook allerlei apparaten en tastbaar dingen, et cetera. Je zei net al, we zijn ook bezig met het zogenoemde Internet of Things. Ja. Wat zijn voor jou persoonlijk nu de dingen die jou, als het over technologie, op technologiegebied aankomt, die jou boeien? Eigenlijk... dingen bereiken met de techniek die we doen. Dus niet per se, ik wil per se alleen die taal of die technologie. Internet aan zich vind ik gewoon een heel spannend iets. Het is een soort extern brein van de wereld tegenwoordig. 1 miljard mensen zijn samen via het internet aan het nadenken, aan het werken, aan het ideeën aan het uitwisselen. En hardware is... We zitten nu in een tijdperk waarop het opeens heel makkelijk is om hardware en nieuwe technologie, sensoren, actuatoren te koppelen aan het internet. Het voelt een beetje alsof toen internet begon was het op je desktop. Toen opeens zat het in je laptop, kon je het meenemen. Toen zat het in je broekzak met je telefoon. Toen zat het om je pols. En nou gaat het, is weer een endpoint. Het verschuift gewoon naar nog een stukje verder. En dat vinden wij bij Q42 echt heel erg spannend. Omdat wat die promise dat is, hoe ver dat gaat. Zo hebben we in Jumpstart voor een klant een koffieapparaat gebouwd die zijn eigen bonen bestelt. Ja, wat betekent dat? Software, je noemt een Jumpstart. Leg dat even, vind ik spannend. Leg ja. even uit wat dat is, een Jumpstart. Want jullie zijn volgens mij een van de weinigen die zoiets bieden. Wat is het? Ja, leuk. Jumpstart is eigenlijk ontstaan vanuit onze venturing-tak, waarin we start-ups helpen en start-ups starten voor grote klanten en voor onszelf. En Jumpstart is eigenlijk een eenwekelijkse sprint, waarin we... eigenlijk maandagochtend beginnen met een technisch probleem of een interactieprobleem. En vrijdag om 4 uur demo wat we gemaakt hebben. Soms halen we daar ook de doelgroep bij. Dus in 1 week, laten we zeggen, knallen we naar een prototype waarin we, laten we zeggen, het nootje om te kraken proberen te tackelen. Soms dat technisch, van kan dit wel? Soms dat van jongens, zijn er wel mensen die dit willen? Dus dan is het vooral een business validatie. Maar gewoon in 1 week, zo'n idee wat soms al een jaar of 2 jaar bij een directeur van een bedrijf zit, is verder van laten we in het de week proberen. Krijgen. Het grappige is, doen wij dus inderdaad voor board-level mensen, die weten donders goed wat ze willen. Alleen die hebben een IT-afdeling. En de IT-afdeling die schrijft vooral hele dikke rapporten en allemaal plannen waarom het niet kan of duur is of ingewikkeld of hebben we ooit al eens een keer geprobeerd. Ja. En dan zeggen wij, joh, zullen we eens in de week gewoon eens een beginnetje maken? En dan, wat kun je verliezen? Joh, laten we gewoon een week doen. En ik denk dat we nu met Q wel 30, 40 van die dingen gedaan hebben. Succesvol. En we doen het vooral omdat het ontzettend leuk is. Laat ik eerlijk zijn, het is zo leuk om in 1 week, dus zonder politiek geëmmer, eens een keer zo'n idee tot leven te krijgen. Ja. En ja, je kunt je voorstellen, de projecten die eruit komen, omdat je werkt samen. Dus klanten zien ons werken, denken, potverdorie, dat gaat hard. Dus een van de mooiste opmerkingen was van de CTO aan het eind van de run. Die zegt aan het eind, een goed biertje erbij, Kars, ik ben niet meer bang voor techniek. Weet je wel, en dat was dus, of een CEO was dat. En dat is precies wat je wil bereiken. Van, nee, je moet er niet meer bang voor zijn dat het moeilijk en ingewikkeld wordt. Je moet die kansen zien. Ja, je noemt een paar dingen zo allemaal tussen neus en lippen door die ik interessant vind. Een van de dingen is, je zegt, jullie zijn natuurlijk een bedrijf wat voor klanten werkt en projecten en producten voor klanten. En je zegt zo tussendoor van, ja, start-ups voor onszelf, dingen omdat we het leuk vinden. Ik ken eigenlijk alleen maar hele succesvolle online bureaus, internetbureaus die zeggen of we doen projecten of we doen producten, maar samen dat gaat niet. Ja. Een projectorganisatie werkt voor een klant, klantenteams en alles wat je intern daarnaast gaat doen, leidt mensen af, alle energie gaat naar de eigen dingen, de businessmodellen gaan door elkaar lopen, wordt één grote teringzooi. Ja. Ja, dat kan wel kloppen. Hoe zorgen jullie ervoor dat het niet klopt? Dat kan kloppen, zeg je. Ja. Nee, het is leuk, dat dacht je ook. Wij hebben wel meerdere start-ups gehad, ook in 2006. En daar zagen we dat probleem ook ontstaan. Uiteindelijk zijn we nu 3 jaar geleden toch weer begonnen met echt structureel ventures en start-ups in ons bedrijf te brengen. Eigenlijk omdat, heel eerlijk gezegd, ik heb een hekel aan dat consultancy-model van uren. Want als je heel eerlijk bent... dat is jullie basis natuurlijk. Ja, maar het is niet belachelijk dat de incentive, de driver
om geld te verdienen, is stel jij bent mijn klant, dan ga ik proberen meer uren te verkopen. Dus hoe complexer ik het maak, hoe minder ik het afkrijg, hoe langer het project duurt, hoe meer geld ik verdien. En als je dan nog een set freelancers eromheen hebt die ook voor een eigen pensioen werken, is best moeilijk om daar doorheen te prikken en iedereen op de bal te laten spelen. En eigenlijk wil je dat je een partij inhuurt, en dat is een beetje waar wij in verschillen, soort van als DNA, is dat we heel erg focussen op jouw succes. Jouw business, waar wil jij naartoe? Laten we zo snel mogelijk daar dat komen. Dat zegt elk bureau. Dat geloof ik allemaal. Ja, maar dat, maar, een mooi verkoopraad. Ja, dat klopt. Ja, maar nu, de vraag was, dat het lukt meestal niet, ja, om in een organisatie die inderdaad voor die klanten werkt, want je zegt, ja, dat vinden we zelf ook niet fijn om, ja, weet je, die uren te verkopen. Maar wat los je dan op door dan een start-up in huis te beginnen of dit soort projecten te gaan doen? Dat leidt toch alleen maar meer af? Eigenlijk gewoon meters maken. Dus het betekent gewoon, je kunt allemaal de boekjes van Lean Startup gelezen hebben. Je kunt ook een paar start-ups gedaan hebben, gefaald hebben, dismanteld hebben. Dus het betekent dat je meer meters gemaakt om zo te denken. Dus ik merk nu al in de teams, en dat trekt met onze klanten, dat al onze medewerkers die in onze teams, die praten met onze klanten, zeggen, joh, zullen we het eerst eens valideren? Laten we eerst eens dat zo doen. Zullen we eens in een week... Ja, maar dan zeg je eigenlijk wat anders. Dan zeg je, ik wil dat de mensen die direct met de klant in contact zijn op het juiste niveau, ja, en met de klant praten over de voortgang van het project, weten hoe een start-up werkt, hoe de Lean Startup methode in elkaar zit, ja, en die klant kunnen helpen om zo efficiënt mogelijk door zo'n project heen te gaan. Dat is wat anders. Ja. Nou, dat is hoe voorkom jij dat bij, ja, jou binnen het bedrijf iedereen eigenlijk alleen maar bezig is met ideetjes die eigenlijk geld om daadwerkelijk, omdat net wat ik net zei, die waarde waarom we het doen is voor iedereen glashelder. Dus het is echt een investering, het is niet zomaar een speeltuin. We doen het echt daarom. Wie beslist dat, wat je wel en wat je niet doet? Ik. En jij? Ja. Eigenlijk wel. En natuurlijk heb je een managementteam samen met Stef en Chris, waarin we besluiten, vinden we het een goed verhaal? Maar uiteindelijk, wat ik gedaan heb, is met een paar man hebben we gewoon apart gezet. En dat is gewoon de man. Je zet het er wel naast? Ja. We houden het echt apart. En dan hebben we een hele strikte lijn. Maar aan de andere kant, als er opeens ergens, zoals laatst, we zijn net voor Adidas begonnen met een van de spannend Euro 2016 plan. En ja, daar gaan we wel even mee. En dan schuiven we even wat manschappen heen en weer, omdat het even moet. Dat wel hoor. Maar we hebben wel echt een strikte lijn. Want als je dat zegt van, oh, we zien wel een beetje welke manschappen we heen en weer schuiven. Ja. Uiteindelijk betekent dat je start-up er dan onder leidt. Maar zet je het er dan permanent naast? Dus er wordt een aparte BV, ja, met aparte mensen? Hangt een beetje van het ritme af. Dus we beginnen kijk, met wat ik weet bijvoorbeeld van een vrij succesvol, een van de grote bureaus, TamTam. Hij heeft een keihard uitgangspunt. Wij werken voor klanten, projecten voor klanten. Ja. Als mensen goede ideeën hebben voor een product of een start-up, weet ik wat, prima, neem ontslag. We helpen je, we investeren erin, maar het mag niet in de operatie. Ja, bij ons juist wel. Dat het ene trekt de meest prachtige mensen aan, met de beste ideeën en creativiteit. Mensen vinden het ook leuk om bijvoorbeeld een jaar lang een start-up te proberen en mee aan de gang te gaan. En op een gegeven moment is de beginfase van een start-up voorbij. Zeggen ze, nou, dat was leuk, ik wil nu weer toffe projecten doen. Dus dat wisselt. Dus dat helpt ons heel erg om de goede mensen neer te zetten en te krijgen. En we hebben een soort ritme, dus je hebt een idee. Dan kun je, we hebben passietijd, we hebben bootcamp, we hebben allerlei manieren om een kleine stand. Ze mogen dat tijdens werken. Is dat 10%, 20%, wat is dat? Zo'n soort Google-model van vroeger, zeg maar? Zoiets, alleen de 20% van Google redden we echt niet. Dus wat wij zitten op, wat is het, 4 uur per 2 weken. Dus eigenlijk heel weinig. Dus echt reservetijd. Ja. En daarna, als je een idee hebt, we zijn redelijk flexibel erin. Dus wat je ziet is als mensen met een leuk idee bezig zijn, die mailen ze rond van, joh, ik wil er een paar dagen in stoppen. Dan gaat dat vanzelf. En dan kun je op een gegeven moment zo'n jumpstart winnen intern. Dan kun je voor pitchen. En dan heb je een paar runs. Dus eerst een jumpstart. Dan een run 1, zoals we die noemen. Dat is een maand waarin je die volgende business validatie doet om daar te komen. Dan run 2 kun je nog eens een maand doen. En als je dan heb je of iets gemaakt wat echt nergens op slaat, weet je wel, dat is nou wel klaar. Of je denkt, we hebben iets te pakken. En dan wordt het een venture bijvoorbeeld. En dan stijgen we het op. Dus we hebben nu een game studiootje, Turtle Blaze. Die zit in run 1. Dus die zit in die eerste maand. Die als het goed is vandaag, jongens, iedereen die kijkt, op Steam Greenlight. We gaan voor de Greenlight. Als we die halen, gaan we door en maken het spel af. Dus dat is echt wel leuk. Lesson Up is een educatieve start-up. En die, dat is echt een venture. En zo heb je nog een paar. Nee, maar lang niet alles gaat goed, dat laat wel weten. Nee, maar, dus, maar, ook nee, maar kom op, daarom Karso. Die passietijd, of hoe je het ook noemt. Ja, sorry hoor. 4 uur per 2 weken, 2 uur per week. Kom on, doe dan gewoon niet. Ja, hallo. Weet je wel. Dan kennen ze ook s'avonds thuis, weet je wel. Beetje, ja. Hartstikke leuk hoor om dat zo te vertellen, maar dat gaat natuurlijk nergens over, toch? Nee, gaat er nergens over. Oh, het werkt toch wel. Wat kan jij in 2 uur deze week? En dan, oh, en sorry, volgende week heb ik weer 2 uur. Meeste mensen, soms sparen ze het op, maar soms zeggen mensen, het leuk is, moet je worstelen. Maar jullie zijn dan toch een stuk zakelijker en strikter dan ik dacht.
gedacht. Wat echt leuk is, elke twee weken, die vier uur, wat er gebeurt is, mensen die gaan even naar de lunchplek bij elkaar staan, die zeggen, hé jongens, het is passietijd, wat ga jij doen? Nou, ik wil eens een keer Swift leren, dus ik ga die video kijken. Oh, tof, wil ik ook, gaan we samen even doen. Dus er worden ook leuke kruisverbanden tussen verschillende medewerkers. Maar passietijd, je gaat me toch niet vertellen dat passietijd ook nog in de kalender staat. Het is nu passietijd. Ja, de komende twee uur. Kom op man, dat kan al helemaal niet. Ja, is dat leem? Is dat ja, niet dat goed? Kan toch niet. Oh. Het is net zoiets als dat je zegt van oké, ik heb nu twee uur en ik ga nu een hit schrijven. Ja. Dat, zo werkt het niet hoor. Nee. Wat moeten we doen dan? Ja, dan moet je echt iets anders op bedenken. Dit is gewoon leuk. Weet je, als je creativiteit in zulke... Een punt gemaakt. Het lukt ook niet altijd hoor. Dus je ziet dat 30-40% van mensen doet. En de ander zegt van joh, het is leuk. Ik wil even door met mijn account waar ik mee bezig ben. En dat is ook prima. Maar het is een ritme om iedereen eraan te herinneren. Jongens, volg ook je passie. Wat, heb je nog een tof idee wat je wilt proberen? Doe dat gewoon. Ik denk dat het ook dat is. Ja, Erwin kent jullie wat beter. Ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik ben gewoon... Ik kijk een beetje naar de website en ik denk, hey, jullie komen uit Den Haag. Ja. Dat is wel interessant. Waarom Den Haag? Twee, dan heb je een kantoor in Amsterdam geopend met de argumentatie dat je Q42 dichter bij je werknemers wilde brengen. Dus blijkbaar toch ook mensen die in Amsterdam wonen. Al. Ja. En dan heb je een kantoor in Silicon Valley. Ja. Wat is het verhaal? Wat is het verhaal? Ja, Silicon Valley, omdat voor ons dat natuurlijk gewoon Legoland. Mountain View. Ja. Daar moet je gewoon zijn. Dat is gewoon, daar gebeuren mooie dingen. En wat doe je daar dan? Wat wij doen, is we doen daar jumpstarts voor startups. Dus samen met Highway One, dat is een hardware accelerator. En bijvoorbeeld voor Game of Drones, een partij die drones gebruikt voor races en voor fights. En dan bouwen we daar een iOS-app voor. Voor een company Testloop, die met Tesla's tussen Los Angeles en San Francisco en de wereld bouwen we apps. Dus dat zijn korte runs waarin we dat doen. Dus dat doen we gewoon projecten. Maar eigenlijk doen we dat gewoon ook omdat we... Of vlieg je daar mensen in of heb je daar... Ja, soms zijn het gewoon, zitten. Wat wij doen, we doen hier in Nederland, bouwen we daar voor een team daar. En wat leuk is om mensen van ons daar 2-3 maanden heen te vliegen of 2 weken. En daar een project gaan doen, want het is natuurlijk zo gaaf. Als je engineer bent, als je nerd bent, dan wil je daar een paar weken werken. We zitten op loopafstand van het Google kantoor. We hebben een hele dikke lijn met Google. En het zijn een paar hele bijzondere projecten. Dus eigenlijk voelt een beetje alsof je aanhaakt op de firehose van... toffe dingen. Mm. En het grappige is dat het ook echt zo is. We zitten er nu een jaar en het werkt. En Amsterdam was inderdaad echt voor onze medewerkers. We hadden al veel mensen die in Amsterdam woonden en in de trein stapten. En dan dacht ik van, dat kan beter. En dat is 2,5 jaar geleden in Amsterdam geopend. En met een paar man zaten we eens nog. En ik van, nou, we gaan eens kijken. Maar toen, het leuke van Amsterdam is wel, toen we daar openden, merkte dat best wat engineers die echt heel goed waren, die zeiden, hey, ik volg je al een tijdje, maar ik zie dat jullie in Amsterdam openen. Ik kom even solliciteren. Ja. En we hebben zulke leuke mensen bijgekregen. En ook klanten van ons die daar toch echt de deur plat lopen. Ik denk, de plek is, Amsterdam is wel een grappige plek waar dat er weer wat makkelijker bij elkaar binnenloopt of zo. Ik kan me voorstellen dat je dat verbaasd heeft, want Nederland is ook een heel klein landje, toch? Ja, eigenlijk. Ja, ik verbaas me echt over. Ja. Ja. Hey, en je weet wel wat de verschillen in de steden zijn. En ja. Den Haag is ons hoofdkantoor, dat werkt ook onwijs goed. En daar hebben we een lekkere plek. Maar ik had niet verwacht dat Amsterdam inderdaad een hele andere cultuur met zich meebrengt. Ja. Op een hele leuke manier. Hey, je noemde het net tussen neus en lippen al even door. We hebben een dikke lijn met Google. Op jullie website staat Google ook echt als een partner. Ja. Dat is vrij bijzonder. Dat kan niet iedereen zeggen. Wat doen jullie samen met Google? Eigenlijk wat we met Google doen, we doen heel veel Google Cloud Platform. We waren de eerste die hun Azure of hun Amazon platform eigenlijk op een manier. Zijn we heel vroeg adopters mee, dus we hadden heel direct connectie met hun engineers. En daar hebben we hele grote dingen opgebouwd, zoals Philips Hue, dat wereldwijde platform van die kleurlamp, weet je wel. Ja. Staatsloterij, schooltas, van alles. En daar hebben we een hele leuke connectie mee, dus we worden gevraagd om af en toe daar verhalen over te houden. En nu worden we ook dit soort jumpstarts die we doen, Google zet ons soms in om voor klanten... Voor klanten van hun. Ja, een beetje zo, zoals een Adidas komt ook via zo'n lijn binnen. Moet je voorstellen, dan ga je dus naar Adidas en denk je, kom erbij, en dan zit je er bij het hoofdkantoor daar in Zuid-Duitsland en dan zie ik wel met zo'n grijns hoor, van gaaf. En het komt gewoon omdat iemand bij Google zei van jongens, dit is zo'n raar verhaal, je moet Q even bellen. En dan heb ik wel een beetje kippenvel. Ja, snap ik. Ja. Dus in die zin hebben we best een leuke wederzijds een beetje raar met zo'n groot bedrijf als Google en wij zo klein. Maar ik denk dat wij daar een leuke, wat zo'n partij leuk in ons vindt is dat we...
En we zijn klein en wendbaar, maar we kunnen wel dit soort schaalprojecten aan. Zoals ja, want jullie zijn net, dat is een man of 60? Dat is, ja, dik 60 nu. Ja. Zo klein ben je dan niet. Nee, dan ben je, is echt veel. Nee, natuurlijk. Dat is ook wel waar. Ja, wat ik zo leuk vind is, en dat komt daar een beetje in samen. We begonnen eigenlijk met het verhaal, jij liet het zien, hè, die pagina, waar een deel van je mensen zich heel speels laat zien. En die is echt leuk, zeggen, die website. Ja, die website is heel erg leuk. Ja. Heb je gezien dat je bij ons de wc's op slot kan zien? Op een gegeven moment bij Evernote. Ja, ik heb het gezien. Super handig. Zien dat je bij hun ook, je moet je een keertje gaan doen hier, als je in Amsterdam bent, want ze hebben een soort glijbaan. Oh ja, je kan zien op de wc zetten. Ik heb ook gezien dat je hoeveel koppen koffie vandaag bij jullie gezet waren. Dus alles, Internet of Things is bij jullie wel, zeg maar, in de site. Super nuttig, ja. Ja, maar goed, wat je ziet, je hoort heel belangrijk, het heeft echt zin, het Internet of Things. Maar je site straalt het uit, je verhaal straalt het uit. Als je dan ook nog kijkt naar je projecten, zitten bij jullie heel erg die combinatie natuurlijk. Weet je, wat je zegt, van voor de grote partijen mooie dingen doen. Maar bij alles bij jullie zit, ik zat je een beetje te bashen op je 2 uur. Maar bij je projecten die je ziet, dat je heel veel ruimte laat voor, zeg maar, de betrokkenheid van je mensen waar hun interesse liggen, et cetera. Dus enerzijds grote klanten, anderzijds heel erg op de mensen. Ja, heel goed autonoom. Wat wil je dus? We zijn nu met Greenpeace bezig. Waarom? Dat een paar mensen daar enorm groot hart voor hebben om daar iets te fixen met een drone in Indonesië. Dan gaan we het gewoon proberen. En dat geven we de ruimte voor. Het pakt soms goed uit, soms niet. Maar het is in elk geval echt. En dat trekt ook wel mooie mensen in je bedrijf. Ja. Ja, merk je dat inderdaad? Hè? Het is moeilijk om technisch hele goede mensen te hebben. Dus wat is voor jou, wat denk jij dat het belangrijke ding is waarom het jullie lukt? Om goede mensen te krijgen? Ik denk dat, juist omdat we zo zijn. Heel erg focussen op de inhoud. We zijn niet gestuurd door Excel sheets. Het managementteam, de aanhouders zijn allemaal engineers en mensen met hart voor het vak en de inhoud. En dat betekent dat je andere keuzes maakt dan alleen maar maximale winst. Je hebt bedrijven die focussen op minimaal zoveel rendabele uren draaien. Wij hebben een max in plaats van een minimum. Want je weet gewoon, je kunt niet alles één keer goed. Ergens ga je een week mis, dan moet je het opnieuw kunnen doen. Daar moet ruimte in zijn. Als dat niet goed gaat, dan gaan mensen. Gaat gewoon niet goed. Ja, het klinkt allemaal heel mooi. En je ziet natuurlijk, je zegt het zelf ook al. We zijn engineers, we zijn techneuten, we zijn nerds. Het is leuk om dan. Je begint waarschijnlijk omdat je zelf een nerd bent. En dan komt er een tweede nerd en dan een derde. Zo simpel is het, ja. Je bent freelancers, dan denk je, zullen we samen kantoor huren? En dan zit je daar een paar jaar later met 60 man, maar van techniek houden ze wat anders dan een bedrijf runnen. Ja, dat klopt. Dat weet jij denk ik inmiddels ook door schade en schande. Hoe hou jij dat enthousiasme erin? Want dit is natuurlijk wel heel wat anders. Absoluut hoor. Je krijgt managementlagen en urenadministratie en loonadministratie. En mensen die worden zwanger en worden ziek en die overspannen en vrije dagen. Ja. Je kan er heel enthousiast over vertellen, maar het is natuurlijk ook gewoon een hoop ellende. Ja, het is gewoon hard werken en genoeg geklooi en ingewikkelde dingen. Ik denk dat we proberen dat soort dingen ook wel anders aan te pakken. Dus we hebben wel een weinig managementlaag, maar dat betekent wel dat bij ons niet alles goed geregeld is intern. Weet je wel? Dus dat is wel het nadeel. We zijn flexibel, we hebben niet veel regels, weinig managementlagen. Eigenlijk nauwelijks of helemaal niet, maar... Dat betekent wel dat je moet wel bij Q wel jezelf kunnen redden. Je hebt niet een of ander volledig programma als je bij Q komt waar je in een half jaar een heel traineeship voor. Dat kunnen we helemaal niet bieden. Je hebt dus geen dat is onboarding het app. We hebben wel een onboarding Trello toevallig op zich. Maar ik ben we hadden namelijk laatst in de uitzending een nieuw platform voor onboarding. Maar de eerste 8 jaar was ik soort van de directeur van Q42. En dat vond ik in het begin best wel leuk met z'n drieën, met z'n vijven, met z'n tienen. En toen was mijn visie nog, we worden nooit groter dan 10 man. Hè. Dat was heb ik nog een speech gehouden op een restaurantje. We waren een uitje met z'n allen, waren met 8 of zo, jongens. Hebben ze die opgehouden? Dat zou leuk zijn. Ik zeg, jongens, we worden nooit groter dan 10 man. Want we blijven zo'n delicatessenshopje met een paar man alleen maar code. Ja. Weet je, en een paar jaar later kijk je op je soort bedrijfsuitje rond. En shit, ze hebben het hele restaurant. Ken ik ze allemaal wel? Ja, dat wel hoor. Maar het is wel grappig, weet je, dat is dus volledig helemaal niet de missie geweest. Ik dacht dat het was, maar je merkt, ik denk, misschien is het ook wel de soort mensen die we aannemen. Dus als ik in een sollicitatiegesprek zit, en nu niet meer, heel soms nog, maar tot een paar jaar terug wel. En wat ik al dacht, als je, we doen een gesprek en dan stel jij solliciteert en dan praten we over code, echt over code. Dan gaat het al fout. Ja. Maar dan gaan we een beetje erin duiken, we gaan over praten, je merkt hoe je erover praat. En intussen heb ik gewoon één zinnetje in mijn hoofd. Ik kijk je aan en ik denk van, gaat deze persoon mij verbazen? Dat is het enige. Dus terwijl we op de inhoud gaan en dan denk en het grappige is, het is absurd hoe snel je
aanvoelt of een persoon of je gaat verbazen. Dat weet je onmiddellijk. Dat is best wel raar. Dat je denkt, ik weet eigenlijk gewoon, deze persoon gaat gewoon toffe dingen doen. Of die, en dan misschien in code kun je dan zeggen, ja, daar is wat over te zeggen, maar daar gaat het niet om. En dat is de persoon waarvan je weet van, ja, maar deze... Ik denk dat dat de mens is. Ja. En misschien is dat de reden waarom we qua enthousiasme en sfeer een bedrijf hebben. Dit zijn de mensen die bij ons graag werken. En mensen die daar niet van houden, die zijn ook wel weer weg natuurlijk. Ja. We kunnen niet iedereen bedienen hier. Je moet hier wel van houden. Ja. Het is wel ad hoc. Het is wel hard. Het is echt keihard werken. En het is niet zomaar van, joh, dit is mijn carrièrepad en ik word straks senior engineer to the CEO. Wat? Je bent software engineer en je bent fucking goed. Dat, en meer weet ik niet. Ja. Hey, je bent het ook maar gewoon gaan doen, hè? Zou je kunnen zeggen, aan het begin. Ja? Bang van wel, ja. Ja, aan het begin. Maar, ja. als je nu terugkijkt, zeg maar, als ik aan jou vraag, weet je wel, wat maakt jou nou goed en bijzonder dat je dit voor elkaar hebt gekregen? Want het is natuurlijk respect wat jullie gedaan hebben. Dank je. Dat is ook een vraag. Nou ja, graag, weet je wel. Wees even trots op jezelf. Waar ben jij goed in? Ik denk van als kind was ik natuurlijk al techie, gewoon mijn tiende al programmeren. Dus ik denk dat je al heel veel zat de engineering stuff in mijn kop. Ik denk tweede is, ondernemersgezin kom ik vandaan. Ik denk dat ik heel erg ondernemersbloed in me heb stroom. Ik hou van onduidelijkheid en risico. Daar word ik echt blij van, denk ik. En ik heb een rare combinatie van, ja, zoals mijn zus zei een keer tegen elkaar, je hebt een heel hoog EQ en een heel hoog IQ. Dat is wel een handige combi. Ik denk dat dat wel uiteindelijk heel goed werkt. Dat je snapt hoe mensen in elkaar zitten, wat mensen willen en zoeken, waar ze blijven worden. En dat je dat combineert met soort technische skills. Dus ja, de bedrijfskundige twist daarin, zeg maar, dat zal ook weer door een ondernemersgezin komen. Je ziet je ouders gewoon bezig aan de keukentafel van, daar staan ze weer anders opvatten. Ja. Maar over hoe je een gezond bedrijf neerzet. Ja. En ik krijg toch een tik van mee. Dus ik denk dat, ik hou heel erg veel van engineering. Ik heb best wel een kijk op bedrijfskunde en gewoon gezond bedrijf met gezond geld verdienen. En dan een soort EQ erbij waarin je een beetje aanvoelt, een soort empathieachtig. Daar heb ik mazzel mee. Dat is gewoon een rugtasje met een paar van die dingen die heel goed uitpakken, ja, denk ik. Ja, even een vraagje van Twitter. René Ter Haar wil graag weten of jullie al back-end development doen. Waar ik uit concludeerde dat jullie dat in ieder geval tot voor kort niet deden. Nou, in de back-end doen we eigenlijk best wel veel. Okay. Ja, goede vraag. We doen dat best wel veel. Helemaal in het begin deden we het niet. We begonnen echt zo van, toen had je techneuten maakten moeilijke dingen. Designers maakten designs op phoneboards. Ja. En ging het werken? Nee. Toen gingen we vooral op de user interface zitten. Dat was in 2000. Toen was onze tagline user-friendly internet. En op een gegeven moment dachten we, gaan alleen client doen. En toen weet ik nog dat we de site voor het klokhuis maakten. En toen ging de back-end werd door een andere partij gedaan. Dat vonden wij prima. En toen realiseerden we, shit, dat gaan we volgende keer zelf doen. Want ze vernachtelden onze mooie HTML. Dat vonden wij toen ook een beetje overdreven, maar je merkt echt van, hey, als je het pragmatisch doet, is de backend heel gaaf. We willen geen hele grote enterprise systeem maken, maar een beetje de trend die je nu, weet je, sinds Ruby on Rails, zeg maar, een beetje groot werd en alles daarna, tot dan nu Node.js en Scala bijvoorbeeld, dan merk je dat we daar echt heel happy mee zijn. Dus we doen absoluut, ik denk dat 50% van of 40% van ons werk backend werk is. Ja. Okay. Maar dan wel zo snel mogelijk het ding fixen wat nodig is. En niet een eeuwig grote Java factory class engine maken, maar kleine pragmatische code. Je zei net van, ik ben zelf, mezelf programmeren. Die gesprekken tot voor kort, als ik ze deed, ging het ook over code. Als je nou daarnaar kijkt, weet je wel, het verhaal is natuurlijk al, de ontwikkelingen gaan zo snel. Maar is het iets wat jij ook wel bij kan houden? Of zijn het eigenlijk gewoon hoofdlijnen die niet echt veranderen? En waar de hooguit andere talen of andere variaties van talen bij komen? Nee, ik hou het niet bij zoals als veel nieuwe lijnen, veel QA's die echt puur op de engineering zitten. Die gaan echt harder dan ik, maken veel betere code. En ga ik zeggen, veel harder met de nieuwe talen. Ja. Maar ik vind het wel zo leuk dat ik merk dat ik met veel plezier nu in Meteor en in Node programmeer. Maar volgens mij CSS verschrikkelijk en dan komt ook nooit meer goed. Weet je, dus Swift, ja, ik vind het leuk om te doen, maar no way dat je dat in productie wil gebruiken. Nee. Dus ik heb maar een paar dingen, maar ik ben natuurlijk de CTO bij Q. En die heeft niet per se de missie om de techniek te bepalen. De CTO heeft één taak voor mij, dus dat kom ik steeds meer achter. En dat is zorgen dat de techniek in je bedrijf een soort van fundamenteel, structureel je businessdoelen dient. En dat is uiteindelijk wat de CTO doet. En niet zeggen van, jongens, we gaan deze smaak wel of niet. Kom ik ook nu een beetje achter, hoor. Een beetje van, dat is eigenlijk wat je moet doen. Je moet helemaal niet zeggen, jongens, die taal gaan wel of niet. Ja. En het helpt wel om een paar boute uitspraken te maken. Dus in het begin zeiden wij van, PP doen we gewoon niet. Nou, waarom niet? En dan wijs je met je grumpy. En zeggen, doen we niet. Waarom niet? Nou, omdat je dan een hele goede programmeur moet zijn om nette code in PP te schrijven. En dan, het is een beetje onzin. Maar het helpt wel om een paar richting te doen. Zeker toen we nog kleiner waren. Maar nu, ja, eigenlijk moet je elk jaar een nieuwe taal leren. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het elke engineer zou moeten doen. Dat is gezond. Ja, ja. Ja.
Mark de Kok op internet wil graag weten hoe je een risicomarge hebt opgebouwd. Hoe diep zijn je zakken? De burn rate loopt op en dan. En ik neem aan dat hij bedoelt van weet je met de manier... Het is een vervolgvraag. Ja, maar dat gaat een beetje te ingewikkeld. Hij heeft over burn rate en een burn rate betekent dat je geld verbrandt. Ja. En dat is helemaal niet wat jullie doen. Dus is de vraag dan dat... Volgens mij bedoelt hij van je doet veel projecten, die kosten geld. Aan de andere kant verdien je geld. Ja. Je hebt ook wel eens periodes dat daardoor gewoon de geld uitloopt. Ja. Hebben jullie daar ook echt een buffer voor opgebouwd? Ja. Dat vraagt hij volgens mij waardoor dat kan. Ja, absoluut. Hoe diep zijn jouw zakken? Na 15 jaar zo'n bedrijf met z'n allen draaien, met hele goede mensen, hebben we goede buffers. We hebben geen externe aandeelhouders, dus het geld stroomt ook niet weg naar iemand die daar alleen maar weet ik veel wat mee doet. Dus het zijn de bedrijven. Maar goed, je kunt het als dividend uitkeren of je kunt het gebruiken als buffer voor dit soort dingen. Dus we hebben een gezond buffer, dat is logisch. Ja. We renderen eigenlijk best wel goed. En ik denk dat dat komt omdat we zo weinig overhead hebben. Weinig of geen lease-auto's. Ja, maar toch, Mark zegt ook 49 mensen, dat was in 2013. Ja, dan moet je toch dik 5 miljoen omzetten, anders hou je die tent niet draaiende. Dat zijn geen kinderachtige bedragen. Ja, ja ik moet wel als je erover nadenkt soms, van we draaien nu... Komt het rekensommetje trouwens? Nou, volgens mij draaiden we toen zoiets. Ja. Ik denk dat we nu 6 miljoen plus of zo draaien. Ja. En als je op een gegeven moment nadenkt, dat betekent 500.000 per maand... Dan word ik best wel zenuwachtig. Shit man, dat is toch, wat voor geld is dat? Hoe kan dat toch? Maar op een gegeven moment merk je, ja, maar er zijn wel 60 man die allemaal aan het werk kunnen parallel. Die allemaal mooie dingen doen. Die hoeven geen aansturing, die draaien gewoon. Dan gaat dat. Maar het is best wel eens eng. En ook je merkt wel van, ja, stel je voor als je is vergeten acquireren. Of je zorgt, of de markt stort in. Nou, wij hebben gelukkig, ik klop me even af hoor. Maar, nou, het gaat nu weer heel goed. Maar dat is ook wat ik een beetje aan het begin... We hebben eigenlijk weinig echte dippen gehad gelukkig. Dat is wat ik een beetje aan het begin bedoelde. Hè? Kijk, als mensen op een gegeven moment eventjes, weet je, de sales loopt even iets minder. En iedereen duikt lekker op zijn eigen projectjes. En dan zijn er altijd nog wel fantastische, je eigen start-ups en dingen. Ja. Weet je, dat is natuurlijk het gevaar van wat je doet. Ja, dat is het gevaar. Hoe hou je dat onder controle? Eigenlijk het gevaar van alle internetclubs, denk ik, of internetbureaus. Bij ons is dat gewoon heel goed monitoren, helder acquisitie doen. We hebben de mazzel dat we niet één markt zitten. Dus we hebben cyclische en anticyclische klanten. Dat scheelt veel natuurlijk. We hebben overheden, scholen, uitgevers, musea, staatsloterij. Ja, nou, dat is best wel een mix. Ja. En dat betekent ook dat als de economie instort, gaat de een wat harder, de ander wat zachter. En, hoe werken jullie de sales? Ik spreek steeds meer bedrijven die zeggen, iedereen doet sales. Hoe hebben jullie het geregeld? Wij hebben een aantal mensen doen zeg maar, de meeste sales. Die hebben een focus dedicated, erop. Maar niet dedicated, nee. Het zijn inderdaad echt techneuten die ook op pad gaan. Ja. Ja, best wel veel. Dat is bijzonder ook, toch? Niet? Ja. Nou, er zijn steeds meer bedrijven waar ik dat hoor. Die zeggen, we hebben geen salesmensen. Dus iedereen doet sales. Ja, dus dat betekent dat ook naar... maar goed. En we hebben een soort werkverdeler in sales die gewoon weet wat er binnenkomt. En daarmee besluiten we ook en kiezen we ook. Dit zijn projecten waar we voor gaan en dit zijn projecten waar we niet voor gaan. En wat we dan doen, dan vragen we onze mensen, wie gaat hierop aan? Wie heeft hier een hart? Wie vindt hier iets mee? Van, oh, dit vind ik vet. Nee joh, ga erop. En dan gaan we met die klant praten. En zo werkt het. En ik moet wel zeggen, sales blijft een moeilijk ongedefinieerd proces. Bij ons is het absoluut niet goed gedefinieerd. En dat is misschien ook wel de charme bij ons. Maar dat maakt het soms wel eens moeilijk. Van, je wou dat het gewoon een soort glashelder verhaal is. Dat je precies weet van, oké, dit gaat de volgende maand uitkomen. En dat is gewoon niet zo. Want je wil ook wel de projecten... Wij zijn natuurlijk een partij. Wij zoeken wel de projecten die bij ons passen. We kunnen niet gewoon zomaar een intranet voor partij X bouwen. Dat doe je ook niet? Nee. Dat is gewoon niet goed. Want dan zakken we zo... Ja. Nee, we moeten echt dingen doen... Waar ons hart je fit vindt. Ja. En dus dat is bij ons natuurlijk iets wat veel werk kost. Ja. Ja. Maar we hebben geen heel helder gedefinieerd proces. Maar ja, de afgelopen 15 jaar hebben we nog nooit een rode maand gedraaid. Als je 15 jaar volhoudt, dan doe je dat. Nooit één rode maand? Nou, dat denk ik wel. Maar als je daar een jaar niet. Geen 15 jaar. Er is vast wel, ik zeg niet, maar ik denk dat Stef nu denkt, kaars, klopt niks van. Ja. Nee, want natuurlijk heb je wel eens maanden waarin je gewoon een dip draait. Maar nee, ik denk dat we ook daar echt geluk hebben. En wat ik ook merk is, heel veel klanten gunnen ons ook. Op deze manier, omdat we zo werken, merk je dat de klanten ook echt als een soort partner bij ons op tafel komen. En niet denken van we proberen alles eruit te knijpen. Je zit gewoon samen mooie dingen te maken. En ik denk dat dat werkt. Maar zijn er periodes geweest dat je zegt nu van je bent enthousiast, je ziet kansen, kom uit de ondernemersfamilie, et cetera. Ja. Zijn er periodes geweest dat je
Nou, dat je je echt zorgen maakt. Zeg maar. Gaan we dit wel redden? Of hoe gaan we dit redden? Ja, pap. Een paar keer wel serieus. Ik weet één keer in het begin, toen waren we echt vergeten te acquireren. Dus was, na de zomer, iedereen zo, wow, dat was gaaf. Het grote, volgens mij, serieus, waren we voor VPRO aan het werken. Ja, daar werkte ik destijds. Daar kennen we elkaar van. Ja. Nee, maar het was opgeleverd en blij. Ah, super. En op een gegeven moment keken we zo allemaal zo een beetje op naar ons project. Van, oké, er waren we z'n vijf. En zo van, oh shit, weet je wat nu? Heeft iemand, weet je wel? Ja, dat doodeng was dat. Ah. En ik moet zeggen, maak ik me zorgen? Eigenlijk maak ik me altijd nog zorgen. Ik denk dat nooit weggaat. Ik weet nog dat, toen ik het bedrijf een paar jaar, had ik met mijn vader over gezegd, pap, houd dat een keer op. Dat je over 3 maanden zie je agenda natuurlijk wat leger met je bedrijf. Dat is normaal bij ons een beetje. Ah. En nu is het iets langer, maar ja. Maar dan vroeg ik, houd dat een keer op? Word je een keer een soort van helemaal rustig? En toen zei hij van, nee. Ja. Het is natuurlijk een eeuwige zorg. En ik moet wel zeggen dat ik dat voor alles heb. Dan is iemand die langdurig ziek is. Dan, oh shit, die arme ziel, dat gaat niet goed met hem. Of gewoon een trend waar je denkt, daar moeten we iets mee. Of ja, ik moet zeggen dat ik altijd wel pieken of zo. Ja. Ja. Hey, jij zei eerder in het gesprek van enerzijds werken voor klanten. En we proberen ze mooie dingen. We willen mooie dingen doen met de eindgebruiker natuurlijk in het achterhoofd. Tegelijkertijd, mijn huidige passie, fascinatie ligt ook in nieuwe dingen zelf starten en mogen maken. Wat is hetgene waar je nu actief mee bezig bent, waar je het meest warm voor loopt? Eigenlijk 2 dingen. 1 is een educatieve start-up Lesson Up. Dat is eigenlijk, zoals we nu denken, een Uber voor lessen. Dus de beste docenten maken lessen. Een heleboel docenten gebruiken dat en betalen een paar euro per maand. En die beste docenten, die krijgen weer een stukje geld terug, omdat er heel veel likes en gebruik van die lessen zijn. Die proberen we op te tuigen. Dat vind ik echt heel erg leuk. En daar ben ik nu, nou ja, ik denk al een jaar in heb zitten nu al voor mezelf. Ja. En samen met een team, Martin Kool en ik en Janneke. Samen zijn we dat aan het doen. Dat is echt heel leuk. Doe je dat dan in die spaarzame uurtjes tussendoor? Of is dat dedicated? Ik draai 80% van mijn tijd nu, doe ik dat. Ja. Ja. En een andere is Stichting Codeuur. Dat is een stichting die we gestart zijn om kids te leren programmeren. Ik zag dat jullie daar ook een soort van voor vluchtelingen, toch ook voor vluchtelingen? Ook vluchtelingen Codeuur hadden deze week. En dat is eigenlijk gewoon een soort van, weet je, ik vond het zo tof als kind om te programmeren. En dat gaf voor mij zoveel voldoening. En als je nu kijkt, kids die krijgen, hebben allemaal wel een computer. Maar dat zijn eigenlijk computers waar je niet op kan programmeren. Een Xbox, een PlayStation, wat dan ook. En zelfs PC's. Je hebt gewoon een game, die ga je doen, je gaat door. Ja. Weet je wel? Maar er staat, zoals vroeger met die Commodore 64, had je dat die cursor die knipperde. Ja. En dan zit je naar te kijken. Dacht je, dat was een kind. Daar mee. En dan pak je het boekje op daarnaast lag. En denk je, dan probeer je het over te typen. En denk, shit, dat moeten die kids wel hebben. Dus, en dat betekent gewoon dat heel veel kids moeten zien hoe je kan beginnen. En er is zoveel online al te vinden. Het is vooral gewoon op een basisschool kids 1 uur, 2 uur kennis laten maken met het feit dat je bedenkt wat het kan zijn. Want ik begin dan ik geef dan les op groep 8 soms. En niet zo heel veel, maar jammer genoeg nu. Maar dan begin ik met de vraag van, hey, waar komen computers, waar komen spellen vandaan? En dan die kids natuurlijk, van Bart Smit, PlayStation, van de store, van de fabriek. En dan zeg ik, nee, er zijn mensen geweest die dat bedacht hebben. Die hebben getekend, die hebben dat Mario-snorretje getekend. En dan zie je die kids, die realiseren helemaal niet dat je kunt dat dus bepalen. En dan ga je met de kids een beetje een gamepje bouwen. En dus dat is iets wat mijn hart heel sterk ligt. Ja? Alleen je kunt daar natuurlijk niet vol tijd mee bezig gaan. Dat is ook niet te betalen, dat wil niet goed. Nee. Dus met die stichting hebben we nu zo'n 10.000 kids bereikt. En, andere projecten waar je helemaal warm van wordt? Het is al een hele mooie. Ja, wat ik heel leuk vind is wat we voor Adidas gaan doen. Maar dat is geheim en alles. Mag je niet over. Mag je niet vertellen? Dat is echt jammer eigenlijk. Hè? Dat is wel zo leuk, we moesten die wel doen. Ja. En Tim bij ons is bezig met een project voor Greenpeace. Dus uit een hackathon van ons hebben ze een drone gemaakt die autonoom kan vliegen. Dus die kan 2 uur lang rondvliegen met een autopilot. En in Indonesië kan die dan bijvoorbeeld orang-outangs en mensen die voor de palmolie bezig zijn detecten waar iets misgaat. En dat ding, dus zijn we samen met Greenpeace eigenlijk mee bezig dat verder te brengen. Het is echt een moonshot. Hè? De vraag is of we dat voor elkaar krijgen. Ja, maar potverdorie, dan gaat je hart wel sneller van kloppen. Ja, mooi. Hey, en die combinatie blijft het, wat jou betreft, zeg maar, voor enerzijds werken voor klanten, anderzijds nieuwe dingen zelf starten? Ja, voor Q, mijn droom zou een beetje zijn dat over een paar jaar Q voor een serieus gedeelte leeft van ventures. En niet van de exits, maar gewoon de gezonde bedrijven, dat die gewoon netjes zwarte cijfers gaan maken. Dat zou ik wel heel mooi vinden, ja. Maar die mix vind ik wel mooi, want die merkt ook, ik heb 60 man zitten ik heb nu 3 maanden echt een iOS-guru nodig die mee gaat knallen. En
En dat is wel een heel mooi team. Ja, ja, je kan er ook als je maar een team van 3-4 mensen hebt, maar je hebt even iets extra nodig, ja, met een bepaalde deskundigheid, zit hij in de buurt. Ja, het is echt een soort habitat van nerds eigenlijk, ja, waar je heel veel mee kan. En veel van onze mensen, nu al 40 of zo, hebben allemaal aandelen Q. En die hebben aandelen van Q de hele paraplu, dus ook de start-ups. Dus je kunt hier keihard werken aan een heel groot belangrijk project. En hier is de start-up bezig. En als hier iets heel groots gebeurt, heeft iedereen daar baat bij. Hey, dus het is een beetje een soort... Dat die mensen aandelen krijgen in je bedrijf, waarom doe je dat? Dat zou ik zelf ook willen. Ja, toen ik begon, toen ik van de universiteit kwam, solliciteerde ik overal of een paar plekken en dan realiseerde ik me, shit, het is helemaal geen tof bedrijf waar ik als engineer, weet je wel, dan zeiden ze tegen mij, oh Kars, we zien je talent, jij wordt hier zo manager. Zo, weet je wel, ik wil nooit manager worden, engineering is de tofste baan ter wereld, weet je wel. Dat, en toen was Q eigenlijk het bedrijf wat ik gestart ben, waar mensen zoals ik zouden willen werken. Ja. En dus nu nog steeds van, ja, maar bij zo'n bedrijf dat iedereen in deze tijd wil, in elk geval de kans hebben en de drive en de lol van gekke startups meemaken. Niet per se op meewerken, dat is echt namelijk best wel hard werken en best wel veel gezeur. Ja. Maar de vibe meemaken, leren wat het is, ontdekken wat, als je een idee hebt, hoe ver, waar komt het? Dat heeft, ik denk dat iedereen daar wel energie voor heeft. Ja. Ja, wat eigenlijk interessant is, want je doet eigenlijk de best of both worlds, zeg je eigenlijk. Hè? Want die mensen, je hebt het gevoel van de startup, we zijn iets nieuws aan het beginnen. En tegelijkertijd, ze hoeven niet dezelfde risico's of dezelfde onzekerheden of dezelfde dingen te doen die een startup wel kan hebben als je helemaal uit niks begint. Ja, dat proberen we. Maar laat wel wezen, onze venture tak is echt nog wel jong hoor. Ja, dus voorlopig maken we gewoon keihard verlies ermee. Ja. En we hebben één startup ooit, Exopus, ooit verkocht, succesvol. Maar verder is het vooral... Dus laat wel eens, ik heb er lang niet bewezen dat we dit marktje kunnen wassen op die manier hoor. Ja. Maar... Hey, mijn laatste vraag, je zei net al, als je vooruit kijkt, dan hoop je dat je ooit van die venture stak ook kunt leven. Dus dat het een volwassen poot is van je bedrijf. Kijk nog eens even vooruit, waar wil jij over, weet ik veel, 5 jaar staan? Met het bedrijf? Ik denk dat wat je net zei ongeveer mijn droom is. Dat is het allerbelangrijkste. Eigenlijk wil ik met soort de technologie en de kansen, de tijd waarin we leven, we hebben gewoon de verantwoordelijkheid daar iets mee te doen. Echt iets nuttigs mee te doen. Ik wil dat we meer impact hebben wat we doen. Dus minder alleen maar voor klanten netjes. Ja. Ik heb netjes je budget op de goede plek gezet. Hartstikke gaaf. Mooi werk om te doen. Maar ik denk dat we een andere taak hebben. En ik wil dat we over 5 jaar daar aantoonbaar meer impact hebben. Ja. Dus mooi. Ja. Ik heb nog één andere laatste vraag. Mensen die gekeken hebben, kun je nog even switchen, Martinez, naar die Rick Astley shot. We hebben hier, mensen die gekeken hebben in ieder geval jou de hele tijd in beeld gezien. En de hele uitzending staat Rick Astley. Dat moeten we even uitleggen. Dat moet jij in ieder geval even uitleggen. Ik weet ook niet waarom die er staat. Nee, maar ik wist niet dat hij mee was. Hij kwam achter me aan gewoon, denk ik. Nee, Rick Astley is onze huisvriend. Nee, iedereen kent natuurlijk Rick Trollen, en anders moet je me even googlen. En jullie vroegen van, hey, neem anders iets leuks van Q mee. En toen dacht ik, oh, nou ja, dit ding staat gewoon al sinds het begin ongeveer bij onze Q Amsterdam pand. Gewoon daar bij die naast de glijbaan ongeveer naar buiten te kijken. En ik van, nou, dus ik ben naar Amsterdam gelopen met het ding onder mijn arm. Dus ik kreeg een mooie aandacht ook. Ja. En eigenlijk verder niks. Hey, want hij noemt de glijbaan. Als je naar een Amsterdamse vestiging gaat en je gaat van de glijbaan van de eerste verdieping naar beneden, dan wordt er automatisch een foto van je gemaakt. Die wordt automatisch op Twitter gepost. Hoe is de Twitter-account toch weer van dat? Super Slidecam. Zo iets dergelijks. Maar goed, en als je daar naartoe gaat, kom je zelf onmiddellijk op Twitter. En als je wil weten welke mensen zijn bij hun te gast geweest vandaag, kan je even naar dat Twitter-account gaan. Ja. Hey, Kars, ontzettend bedankt. Mooi verhaal. En jij zegt, we kennen elkaar. Goed, dat is waar. Maar eigenlijk van heel lang geleden. We hebben elkaar pas een paar weken geleden weer voor het laatst weer opnieuw ontmoet. Dus we hebben een VPRO-geschiedenis. Maar dat is echt 10 jaar geleden of zo, denk ik. Ja, nee, ik denk wel meer. Ja, zeker, ik denk eigenlijk wel meer. Jeetje, dat zijn we oud eigenlijk. Ja, ik in ieder geval. jij ziet er nog heel jong uit. Hey, bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zijn we er. Volgende week zijn we er nog. En dan gaan we even op vakantie, 2 weken steken op. Oh, hier is de super slide. Ja, kan je nog even erbij pakken, Martinez? Daar is hij. Ja. Daar is hij. Dus we kunnen binnenkort een keertje met topnames samen van de glijbaan stekel. Dus het is namelijk @Q42 glijbaan is het adres op Twitter. Hey, bedankt. Je ziet onder het adres waar je een Fast Moving Targets kan steunen. Media over innovatie mogelijk kan maken. En daar krijg je heel veel voor terug. En dat vind je allemaal achter dat URL. Volgende week dinsdag zijn wij er weer. Je weet dat je inmiddels meer dan 500 afleveringen topnames kan terugkijken. Er waren veel meer. 1000. Dag. 1000. Dank je wel. Leuk, jullie ook.